Ja, hier is Vissie weer en ik ben hier samen met Remco. En dit is de volgende wedstrijd in de voorronde Champions League. Het is een hele road to. Jij vertelde net eventjes voor het opnemen hoe het in elkaar zit, zeg maar. Dit is de derde voorronde Champions League. We hebben ook nog een vierde en we hebben nog een play-off. Maar jij zegt toch, hierna zijn we ga je toch doorstromen in de... Nou, wat ik heb begrepen is dat als ze nu uit liggen, dan zijn ze sowieso zeker van Europa League of zo. Nou, volgens mij is het zo, dat is de derde voorronde. En ja, ik kan het verkeerd hebben, dus sorry voor de kijkers. Dat hierna de vierde ronde, maar als je dat niet haalt, dan ga je dus naar de laatste voorronde Europa League. Als je daar eruit ligt, ga je instromen in de main ding van de Conference League. Wat ik begreep in ieder geval, tenminste dat Conference League en Europa League weet ik niet zeker. Ja? Maar voor mij is het hierna nog één ronde dan als je die wint, Champions League. Weet je er zeker van. Ik dacht dat je nog een vierde ronde had. En dan de ik had begrepen dat je zes wedstrijden moest spelen. Oké. Dus, dit worden dus 3 en 4. En dan 5 en 6. En ik had begrepen Spartak Moskou of Benfica dan als je doorgaat. Ik vind het nog een zware loting, vind ik dat nog hoor. Best wel. Maar ja, misschien... ja, maar Benfica is ook niet wat het is geweest, hè? Ja. De Russische competitie, ja. Weet ik niet wat ik daarvan moet vinden. Nou, het is niet lekker om daar naartoe te gaan. Het is iets anders dan bijvoorbeeld als je tegen een Tottenham of zo moet, of een Arsenal of dat soort ploegen. Ja. Maar, Midtjylland, 12 tijdje geleden was daar Ajax tegen. Ajax, dit is voor mij voor het seizoen. Ja, dat is wel toeval. 1999, een hele nieuwe club. Een hele slechte indruk. Een hele nieuwe club is het, hè, eigenlijk. Ja, dus... het is vrij... maar het is alles met die... waar ze ook zo'n film over is gemaakt of zo. Dat alles op basis van statistieken doen of zo. Ja. Ik weet even niet hoe die film heet. Maar het is toch een samengevoegd team of zo ook, geloof ik? Poeh, dat zou ik echt niet weten. Van meerdere clubs, volgens mij. Zoiets was het of zo, in ieder geval. Maar het is wel echt een nieuw club. Staat ook trouwens in het logo, 1999. En PSV, ja, die kennen we natuurlijk. Die hebben goede zaken gedaan natuurlijk. Weer 2-1 gewonnen. Goed voor de puntjes, voor de coëfficiëntieprijs. Ja, en terecht ook gewoon weer. Want ze waren echt... Ja. Maar het is natuurlijk uit. Dus 2-1 uitwinnen is natuurlijk heel erg goed. 5-1 thuis is natuurlijk... Maar we leven wel in een speciale tijd. En Midtjylland heeft nu last van een corona-uitbraak. Ja, die hebben ook nog, ja, corona. Dus dat moet dan ook daar natuurlijk geen publiek zijn dan. Waarschijnlijk in Denemarken. Nou, dat weet ik niet. Nou... Ja. Alleen voor mij voor de hele voorbereiding, wat ik heb begrepen is dat ze vandaag pas naar Nederland waren gevlogen in plaats van gisteren al. Oké, en mocht dat wel? Ja, voor mij wel. Want ik denk als je gewoon negatief test hebt... dat was in ieder geval bij EK, hè? Dan moest je minimaal 24 uur van tevoren in een stad aanwezig zijn. Ja. Dus, maar ja. Corona is er nog steeds, zeg maar. En publiek zal er wel zijn vanavond, maar dat zal wat minder zijn natuurlijk. Ja, we nemen het ook toch even op die dag zelf. Het is echt een kutdag weer, maar ja, maakt niet uit. Leuk met vakantie. PSV, wat gaat het worden? Ja, ik denk dat ze gewoon weer gaan winnen. Ik denk 2-0. Ik denk het eigenlijk ook. Ik zeg dan wel 1-0. Ik had ook 2-0 in gedachten. Ik zeg dan wel 1-0. 1-0 voor PSV. Ik wil 2-0 zeggen. Je hebt allebei fout of goed. Ja. Als het in Midtjylland wordt die wint, dan word je er niet vrolijk van. Maar het kan wel. Het is niet echt een slechte ploeg. Dus je ziet ze weer staan hier, hè? Snap je vorig jaar ook al? Ja, maar ik vind wel nu met die dat ze 4 spelen. Ik hoorde zeg maar een van de stats is die Sisto of zo. Nou, die schat sowieso niet bij door corona. Oké. En dan heb ik al meteen zo'n gevoel van ja, dan heb ik al niet heel veel vertrouwen meer in. Ja. Nou, we gaan het zien. Ja, toch. Leuke wedstrijd in ieder geval weer. Natuurlijk PSV 8 uur 's avonds. Beetje aparte tijd vind ik eigenlijk. Vroeg ook. Ja, een beetje aparte tijd eigenlijk, toch? Maar ja. We gaan het zien. Laat je voorspelling even achter bij de comments. En ja, trouwens even een like geven, hè, op de video. Dat vind ik altijd fijn. En dan is hier de wedstrijd. Er is geen wolkje aan de lucht. Terwijl we ons opmaken voor een fantastische voetbalavond hier. In dit immer imposante... Nou. Hallo iedereen. Ik ben Siert de Vos en hier naast me zit collega Jeroen Guter. Ook jij van harte welkom, Jeroen. Samen zullen we... Ja, het is allemaal wat. Ook nu mijn PSV met Iatar. Ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen. Tegen Midtjylland. Toch het grootste talent die waarschijnlijk voor een appel en een ei de deur uit gaat. Ja, het is... wat wordt er gevraagd dan? Ja, nou, het was wel gewoon de grootste talent. Maar er is nu zoveel gezeur met hem. Hij is zelfs nu buiten de selectie gezet. Hij had zich weer ziek gemeld. En hij was gewoon naar Nice gevlogen naar zijn zaakwaarnemer. Ze moeten sterk aan de wedstrijd beginnen. Dan kan het nog wat worden. Oh.
Leeft hij nog? Dat is er eentje die je best met geel kunt bestraffen. Ze krijgt bij zich. Ja, maar hier. Pak aan. Geel. En ze staan nog wat koud op het veld. Nou, duidelijke boodschap voor deze scheidsrechter. Ik ga er niet zeggen dat je het niet terecht vond of zo. Nee, dat vond ik wel terecht. Ik moest ook een beetje schipperen hoor, met alle opstellingen. Dat is een beetje lastig nu natuurlijk met FIFA. Wat een heerlijke vrije trap zeg. Een heerlijke vrije trap was echt een dramatische... Ja, dat is echt heel slecht. De pace was echt nul. Gewoon. Trouwens, wat ik nu toch best als de commentator heb. Ik hoorde dat Eef de Napel gaat stoppen bij ESPN. Oh! Dat was eigenlijk zo goed als klaar, want hij was al weg bij de NOS. Aan de bal. Die bal wordt geblokt door die speler. De bal wordt ingeleverd. Heb je nog een favoriete uitspraak van Evert in FIFA of niet? Dat weet ik niet. En hij is er door. Pegelen maar. Gadverdaar. De eerste van de wedstrijd. Nou, dit is dan toch wel een opmerkelijke treffer. Die steekpaars, die is briljant. Daar is helemaal niet. Die schoot, ik kon ook vrij weinig gaan doen. Perfect op maat. Evertje de Napel, ja, noem ze. Ik denk dat mijn of gallery play, hij doet het met een hakje. Oh ja, het doet het met een hakje. Maar ja, heb je ook nog de standaarding waar hij zit een tackle in, wat heel irritant was, en Eon Tarka 1-0. Maar ik denk mijn favoriet is toch de vlag in fluit zeggen dat het buitenspel is. Maar ik denk het niet, maar ik heb geen vlag, maar ook geen fluit. Dat denk ik dat het beste uitspraak is. Totaal de verkeerde kant. Het zijn wel allemaal van die dingen die je onthoudt, hè, dat soort dingen. Ja. Hier heb je tegenwoordig heb je paas van Wubbel Okkos of zo. Ik vond vroeger ook, Hugo Wolken altijd vet. Ja, maar die zat niet in FIFA. Nee, dat was in het Disney's voetbal. Ken je dat? Nee, ja, ik ken het wel, maar ik heb het nooit gespeeld. Dat was met Komt dat schot? Ja, dat kennen wel mensen denk ik al wel. Ja, dat kent iedereen wel, ja. Ruimte ingestuurd. Nou, dit is een belangrijk... Hey, wacht even, hey, schijf. Van mij raak je echt de bal, of niet? Dan is het rood. Ja, maar dit is echt... Dat is wel echt onzin. Ik raak de bal, toch? Of ga jij zeggen dat jij hem nu wegtikte? Ik weet het niet. Nou! Ja, dan is het rood. Dan is het rood. Dit vind ik wel heel discutabel. Ja, ik raak gewoon alleen nee, de je raakt mij. Je raakt mij ook. Maar nee, denk, ja, maar één ding. Dit is wel, dan is het rood, toch? Of niet? Dan is ja. Het. Dan kan, nee, je kan echt niet. Dat ja, is kijk, het is sowieso. Het is geen overtreding. En als er overtreding is, is het rood. Want ik raal het volledig uit dan. Dit is heel vaag. Maar oké. Ja, dit is echt marchanderen, heet zoiets. Hij houdt die vrije trap. Ja, maar het was geen overtreding. Ik deed expres de tech ook nalaten. Het is in de game, zeggen we dan maar. Marco van Ginkel. Oh, goeie bal. Hij zorgt ervoor. Goeie bal, toch? Die ene. De bal mag weg, dank je. De bal mag weg. Hij pakt de bal. Dit is ook wel geel, zie ik. Het was een goede oh, nee. Maar ze hebben het goed opgelost. Wow! Ja. Oh, nee, come on! Ik dacht dat hij uitging. Richting het doel van de tegenstander. Oh, één tikje te veel. Een goede loopactie. Nou. PSV heeft... Dit is ook geel, maar... Dat blijkt wel. Slechts 1 minuut blessuretijd en dan wordt er afgefloten. Oh. Ja, een schot. Ach, wat een slecht schot. Daar gaan we rusten. De scheidsrechter fluit, het is 1-0. We hebben onthouden welke nog allemaal geblesseerd tegen gekroond waren. Geen één zit erin, behalve Sisto. Ik ben benieuwd wat die tweede helft brengt. Ja, zie je, we hebben in ieder geval weer afgetrapt. Daar kun je gewoon een werkwoord van maken, hoor. Eran Zahavi. Oh, verkeerd gestept. Alsnog een gevaarlijk moment. Och, ja! Ja mooi goal! De kleedkamer uitgekomen heeft zoiets toch? Wat zei je?
goed de kleedkamer uitgekomen. En de keeper zag ook trouwens niet zo... Ja, maar dat... Ja. Ik let tegenwoordig niet eens meer op de keepers, maar het is wel gewoon goed, goede aanval. De doelman kan daar nooit op tijd bij. Uitstekend afgerond. Oh, je mag er naartoe lopen. Er langs en erover. Zo. Die komt aan, ja. Oh, dan verpest ik het weer. Dat is ongelooflijk. Ah, come on! Wat een geluk. Uh-oh. Speelt hem hoog naar die speler. Oh, dat is een schot op doel, hè? Dit was geen voorzet. Mooi voorzet. Laag in de 16 gegeven. Fuck. Uiteindelijk levert dit geen resultaat op. Alles gaat goed tot het schot. Er ligt een kans. Blijf jij maar vandaag. Mooi, dit moet je maar kunnen. Ja, dit gaat lastig worden, ja. Dat was niet tevreden. Zo, ja, dat hakkie, dat gaat naar weg. Dat is een mooie paasje. Ja, soms moet je flare pas doen als het niet goed uitkomt. Pas je op die billetjes, want ik voel dat ze beginnen te knijpen namelijk. Oh nee, ik dacht dat hij door ging rennen. Oh, die heeft een geel, oppassen. Hij maakt het doelpunt, maar dat feest gaat niet door. Hij maakt de actie. Oh nee, dat is geen buis, want die verdediger stond er nog. En een stift over de fuck! Doel. Kijk, ik ben erop tegen dat wij weten wat zij denken, maar hier is toch wel duidelijk dat ze dat niet bedoeling was. Oh, die doelman. Ja, maar de bal krijgt onvoldoende hoogte en de keeper blijft goed kijken en pakt die bal dan. Oh, ik wilde mijn tackle inzetten. Oh! Wat? Dat is leuk ook. Normaal gaat hij echt voor de voeten van de tegenstander. Wat traag in de omschakeling, die verdedigers. Maar daar komt ach, wat slecht schot weer. Zo'n snelle counter hoor, binnen een seconde weer. Er wordt nog een aanval ingezet om die achterstand weg te werken. Ja, komt er een doelpunt aan? Oh! Wat de hemel! Is van de bovenste plank. Hij bewijst zijn waarde maar weer eens. En zodoende behouden ze de voorsprong. Een dreigende corner, maar de doelman bokst hem weg. Hahaha, hocus pocus. Wat een tovenaar. Oeh. Ja, ik vond het wel een overtreding, maar het lijkt me niet. Een kans op een counter. Nee! Dit is ongelooflijk. Oh, come on! Goeie hij is wel goed, hè, die, ja. Heel erg. Ja, maar kom op, hè. Er is nog een korte spelen en het is nog maar even voor. Een kans om te scoren. Nee! Oh, come on! Heel erg. Maar ik bedoel meer van, ja, dat is toch zonde. Natuurlijk. Ja, het is zonde. Waarop het gebeurd is, heel belangrijk. Nu zijn ze terug in de wedstrijd. Maar het gaat erom. Hoe hij zijn hoofd bij de situatie houdt. Hij raakt niet in. Wat is dat voor kutbal? Panicbal. Al met al denk ik. Fuck. Ik heb nog een paar kansjes nog wel. Oh. Maar ja, ja. Ja, mijn keeper had een goede redding. Dat had eigenlijk ook weer gekund. Nog hoor. Meestal pakt die keeper niet, want ja, je weet hoe die is met de ballen van dichtbij. Dan gaat hij op de achterleunen hoor. Ja, wel een leuke wedstrijd om naar te kijken. Ja, ik kan maar 3 schoten op doel. Nee, 7 nogal. Jezus. Voor mij wel heel veel trouwens. Nee, dat alles... Ja, dat heb ik nog nooit zoveel. Want meestal aan mijn breien ben altijd. Met, Je hebt alles meer behalve dan eigenlijk nog keurig pasen en balbezit. Balbezit. Maar ja, met balbezit weer geen wedstrijd, zeg ik altijd maar. Nee, klopt. 2-2. Nee. Kunnen we mee leven? We kunnen er mee leven, maar het is niet echt heel erg fijn. Gelukkig tellen uitdoelpunten niet meer mee, hè? Dus, nee, maar ja, het zal... Ja, Nederlands voetbal kan wel punten gebruiken de hele tijd. Ja, toch, gewoon lekker punten binnenhalen. Winnen is het belangrijkste wat er is, ook voor PSV als Ajax-zieden, zeggen wij dat, toch? Ja. We gunnen PSV het beste hiermee.
Leuk twee Nederlandse clubs in de Champions League. Ja, toch. Behalve als ze tegen elkaar moeten, dan wel Ajax. Ja, als ze in de finale aan mij komen, dan gun ik ze iets minder. Maar dat... Ja, maar dat gaat niet gebeuren, denk ik. Maar ja, je hebt nooit. We gaan het zien. PSV, Midtjylland 2-2. Dat is onze voorspelling. En de voorspelling onderling was dus 1-0 Ikke en 2-0 voor Remco. Nogmaals, like je voorspellingen van achter bij de comments. Like even de video. Tot de volgende keer. Bye bye. Later. Fijne wedstrijd. Thank you.